trappen niet zo snel in zo'n kulverhaal, zoals ze zien in Hilversum op de A1. Surveillante Patrick en Jeroen hebben een Volkswagen Golf in het vizier die stevig doorrijdt. 141, regime is 130. Ik kan hem maar even naast rijden. Ik laat hem wel even zien. Even laten zien wat een Golf kan. Hè? Nou, ik kom nog een keer voorbij, of niet? Nee, ik kom echt niet meer. Jawel, jawel, kijk maar. De bestuurder heeft blijkbaar totaal niet opgelet, want hij verhoogt gewoon weer zijn snelheid. Nou, hij zit in de 100, hè? Tijd, afstand, gestart. 147, 148, hij krijgt zo'n auto voor hem. 155, 156. En daarmee komt de gemiddelde snelheid uit op 135 in de 100. Ga er maar overheen, neem hem meteen mee naar Hilversum. Zit heel dicht op zijn voorganger. Gaat steeds harder rijden. Meting loopt, uitlopend, uitlopend in de 100. 168, we gaan naar de 90, we gaan remmen. 14, 15 en 16. 154 in de 100. En dat is dan met slechts 1 kilometertje nog een geluk bij een ongeluk voor deze man. Hey. Goeiedag, Patrick Vermeulen, verkeerspolitie. Mag even de motor uitzetten als je wil. Ik ben blij dat je politie bent, man. Ja, dat begrijp ik. En waarom ben je blij? Nou, een beetje bedraagd voelde, eerlijk gezegd, man. Echt waar? Ik meen het serieus. Omdat jullie, achter me reden. Ik had het gevoel gewoon dat ik werd geplakt, dus ik gaf ze gas. Jullie gaven nog meer gas. Ja. Nou, wat willen ze van me? Dus jullie gaven nog meer gas en nog meer gas. Dus ik denk, nou ja, ik weet niet wat je wilt. Toen reed ik naast jullie, toen keek ik naar binnen. En toen zag ik vier mannen. Ja. Toen zag je niet dat we van de politie waren. Nu wel, wat ik zei, want ik zeg, volgens mij, ik weet niet, volgens mij is het politie, ik zeg, ik durf het niet te zeggen. Toen zaten jullie links eruit, toen naar het blijft rechts, ik geef bewust geen knipperlicht aan. Ik begrijp wel dat ik het een lulverhaal vind, of niet? Nee, echt, ik ben het echt serieus. Echt? Ja. Nou ja, ik vind het een lulverhaal, maar nou, niet serieus. Je plakt er gewoon keihard tegen me aan. Oké, nou dan nodig ik je uit om even de beelden terug te zien. Dan kan je in ieder geval vertellen dat je gemeten bent op 154, daar waar je 100 mag. Ja. Dat betekent dat je meer dan 50 kilometer te hard rijdt. Dat zou normaal voldoende zijn om je rijbewijs in te vorderen. Het enige voordeel is dat er maar liefst 5 kilometer correctie van de snelheid afgaat, wettelijke correctie. Dat betekent dat er een gemiddelde overblijft van 149, daar waar je 100 mag. Dan krijg je procesverbaal voor, wordt je rijbewijs net niet ingevorderd. Ga even in de auto, mag je de beeld terugkijken. En daar gaat de man vrolijk verder met zijn gekletst en het zichzelf tegenspreken. Ik heb jullie ingehaald in eerste instantie volgens mij. Ja, ik zal je laten zien waar je voor ons komt. Voor ik de beelden zie. Want ik heb net. Heb je het gehoord wat mijn collega? Nee. Is goed. Eerst als haal ik jullie in. En op de manier hoe jullie mij weer inhaalden, eigenlijk, of tegen me aanrijden, had ik het gevoel van wat gebeurt hier eigenlijk. En ik denk, nou oké, nou GT-rietje, nou interesseert me niet. Dan denken die mensen wel dat deze. Ik zeg alleen wat mijn gevoel is. Ja. Ik bedoel, ik wil niet wegrennen van een boete, ik wil niet gaan smeken. Maar je zei al, die mensen willen racen. Nou, ik wist niet wat ik precies voelde, begrijp je? Begrijpt u dat niet? Nou ja, vooral de opmerking die je net zei, die mensen willen racen, die dat is een hele rare opmerking. Ik zal je de beelden laten zien precies. En dan ga je zeggen wat ik voel. Nee, dan zal ik je laten zien hoe wij er tegenaan kijken. Ja. En is dat, je hebt ons niet ingehaald, later pas. Of, ja, ik weet niet. Kijk, ik zat er in ieder geval wel in. Dat ben jij. Mag je 130, 140. Daarna gaan we naast je rijden in de hoop dat je ziet dat we van de politie zijn. Dat heb je dus kennelijk niet. Donker. Ik zag wel, mevrouw zag ik, ik niet meer zeker, of de cameraman. Maar goed, kijk, hier gaan we de 100 in zo. Rij je 125, nou kom je ons weer voorbij. Dat betekent dat jij dus nog harder rijdt dan dat wij rijden. We rijden hier al 135. Het klinkt gewoon stom. Nou, maar het is. Mag ik even gewoon mijn verhaal doen? Ja, dan mag jij daarna weer verder, ja? Dus je rijdt hier al 30 boven de toegestaande limiet. Ja. En op een gegeven moment ga ik flink gas geven. Ja. Ik weet wat ik doe. Je hebt geluk dat je rijbewijs mag houden. Ja, nou ja, het gaat ook anders. Ja, ja. Ik zit alleen in de auto. Ik zie alleen maar 4 mannen in de auto zitten. Ja. Die zitten er, ja, dit is wat ik meemaak. Ja. Dit is wat u. Dit op maar je geeft eigenlijk dus onze schuld van het hele geel. Ik denk dat het jouw schuld is. Ja. Op een gegeven moment rij je achter me, dan ga ik flink gas geven. Ja. En dan, nou, die houdt me toch niet bij. Dat viel tegen. Kijk hoe hard we hier rijden, 155. Ja, je haalt niet in. Je blijft plakken. En als het nou keihard op mijn rem was geweest, ja. En je had tegen me achter me aanbossen. Ja, dat had ik niet gedaan hoor, want de afstand is groot genoeg dat ik niet tegen je aanrij. Maar dat had ik ook kunnen, maar dat kan ik vanuit angst doen. Ja, ja dat had je kunnen doen. Maar zo kort zaten we er niet op. Kijk even naar maar goed, de... We gaan... dat je me gewoon begrijpt. Het gaat me echt niet om die boete. Die boete mag je me schrijven, dat betaal ik gewoon. Is goed. Kijk even mee. Ja, maar ik vind gewoon hoe je me eigenlijk benadert. Ja, nee, maar je komt, luister, je komt, nee, oké, dan kijk je niet, dan zitten we toch stop, maakt mij niet uit, hè? Ja. Hé, luister, we gaan er niet uitkomen,
Jij hebt een andere beleving als wij. Feit blijft dat je meer dan 40 kilometer harder hebt gereden, namelijk na correctie. En dat is je geluk geweest. Ja. 49 overschrijding, anders was op dit moment je rijbewijs ingevorderd. Ja. Betekent dat de officier van justitie gaat er wat van vinden. Binnen een aantal dagen, binnen een aantal weken krijg je zelf of een accept giro met een transactievoorstel of een uitnodiging om te verschijnen voor de officier van justitie. Heb je nog vragen? Nee. Het is mijn fout. Ja. Stappen we uit en dan... Ja. Okay. Fijne avond nog. Ja. Moet ik je bedanken? Nee, dat hoeft niet. Ja, maar ik ga je toch... Oké, tot ziens. Overdag. Doe voorzichtig. Ja, tuurlijk. Yes? En na een berg smoesjes en veel lulverhalen geeft de man toch nog toe dat hij zelf fout is geweest. Hij kan een vette bon tegemoet zien, maar mag zijn rijbewijs nog net houden.